Hallo allemaal jongens en meisjes, welkom bij les 7 van de thuisgymles. We gaan vandaag dribbelen. We gaan je laten zien hoe dat gaat. Je dribbelt tussen een zelfgekozen parcours door met links en rechts. Bal aan de voet. Wij hebben gekozen voor bloembakken en bloempotten. Kleine tikjes, hou de bal kort bij je voeten. Nogmaals, gebruik zowel je linker als je rechtervoet. Heb je een doeltje of een muurtje in de tuin, dan mag je daarna nog even lekker schieten. Hetzelfde parcours kun je ook doen met een bezem en de bal. Daar gaat hij. Kleine tikjes met de bezem, hou de bal dicht bij je. En heb je een doeltje of een muurtje, probeer hem er tegenaan te spelen. Ook kun je natuurlijk een binnenparcoursje maken, bijvoorbeeld met een stofzuiger, voor als je geen tuin hebt of je hebt geen mooie bezem. Daar gaat hij. Tussen de lazen door. Om het tafeltje heen. Probeer hem dicht bij je te houden, korte tikjes. Kijken of het lukt om ze onder de stoeltjes door te tikken. En wij hebben dan nog een klein doeltje gepakt om nog proberen te scoren. Maar dit kun je ook maken met schoenen of met pionnetjes of iets anders. Hallo en welkom bij weer een nieuwe thuisgymles. We hebben vandaag mikpong. Je hebt een aantal balletjes nodig en een aantal bekers met cijfers. Ook heb je een blaadje nodig waar een aantal andere cijfers op staan. Begin bovenaan het blaadje met het getal wat je zelf kiest. Bijvoorbeeld 35. Het tweede getal wat eronder staat is op dit moment 41. 35 plus 6 is 41. Wat je gaat doen, gooi je balletje dus in de 6. Daar gaat het. Oei, bijna. In de 6. Gelukt. Succes. Is het nou gelukt, ga je één cijfertje verder naar beneden. Dus ik ga van 41 naar 82, dan doe ik hem keer 2. Ik gooi hem weer in bakje 2. Daar gaat. Yes, gelukt. Succes. Welkom bij. Hallo jongens en meisjes en welkom bij het hoogspringen. We hebben je vandaag nodig. Een stok waar we overheen kunnen springen en iets waarmee we kunnen bouwen zodat we de hoogte in kunnen. Ik heb toiletrollen gebruikt en er liggen er nog een paar reserve zodat ik er nog wat meer kan bijleggen. En daarmee kun je proberen om hoger te springen. Je legt de stok op de wc-rollen, neemt een aanloopje en probeert er zo hoog mogelijk overheen te springen. Goed, goed landen op twee voeten en zorg ervoor dat je met één voet afzet. Is dat nou gelukt, dan kun je de wc-rollen gebruiken om hem hoger te bouwen. Zoals ik al zei, ik gebruik wc-rollen. Je kan natuurlijk ook een stoel gebruiken. Nou wordt hij weer een stukje moeilijker. Daar gaat hij. Goeie aanloop, één voet afzetten. Twee voeten landen. Succes!